Cito Goslinga ziet het helemaal zitten. Ontspannen op zijn legakker in de Vinkeveense plassen. Dit wordt het plekje. Hier ga ik zitten. Dit is zo mooi. Maar hij heeft de akker niet alleen voor het eilandgevoel gekocht. Wat je ziet is, ze zijn ontzettend lang. Dus ik heb uiteindelijk gedacht... Wat nou als ik zo'n lang eiland koop, het mooiste kopje eraf haal, daar mijn eigen plekje van maak. En de rest opsplits en weer aanbied aan andere mensen. Dus dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben. Wethouder Goldhoorn van de Ronde Venen begeleidt vanuit de gemeente de verkoop van de legakkers. Goslinga mag doen wat hij wil. Wel is afgesproken dat hij pas over 3 jaar de kavels op de legakker mag doorverkopen. In de aankoopcontracten staat dat men niet mag verkopen voordat het beschoeid is. En binnen 3 jaar, als er een beschoeiplicht op zit, dan moet dat ook beschoeid zijn. Dus als men wil doorverkopen, dan moet het beschoeid zijn. En daarmee hebben we dus de legakkers behouden. Toch merkt Goldhoorn dat als je legakker-eigenaren een vinger geeft, ze direct de hele hand willen pakken. Zo is er al een eigenaar die met een varend scheepshuisje, zoals dit voorbeeld in Friesland, het woonverbod op de legakkers probeert te omzeilen. Het is volgens hem tenslotte een boot en geen huis. Maar de gemeente ziet dat anders. Wij hebben in het bestemmingsplan staan, in het huidige bestemmingsplan, dat vaartuigen die ingericht zijn voor het verblijven en overnachten, dat zijn geen pleziervaartuigen. En dat zijn dus woonarken. En voor woonarken hebben wij lichtplaatsenvergunningen. En alle lichtplaatsenvergunningen zijn uitgegeven. En dus zal er streng gehandhaafd worden. Cito richt zijn stukjes legakker echt in voor de dagrecreatie. Het woonverbod respecteert hij. Over een paar jaar verkoopt hij ze weer door om zo zijn oude dag veilig te stellen. En hij weet zeker dat de kopers in 2020 in de rij zullen staan. Het appelleert wel aan iets, je eigen eilandje, iets, een bijzonder plekje waar je terug kunt trekken, waar je rust kunt vinden, waar je kunt zwemmen, krantje lezen, barbecuen, allemaal dat soort dingen. Ik geloof wel dat daar belangstelling voor is.